hindernissen heeft gedaan. Het klaar in die hindernis van de provincie Noord-Brabant. Voor de twee spannen is dat wat makkelijker. Die paarden trekken daar heel makkelijk doorheen. En we zien Melchior Bouwman onderweg gaat naar Patisserie Hoebe. Hindernis nummer 5 met Anouk Dros achterop. En Jacqueline de Groot die rijdt binnen in de havenshindernis. Tom Engbus op hindernis nummer 1 een tijd van 64 seconden en op hindernis nummer 3 een tijd van 54 seconden. Saskia van Ees 58 seconden op 2. Edith van Roosmalen 63 seconden op 6. Christian Provoost 57 seconden op 7. Melchior Bouwman tevreden, rijdt uit die 5 hindernis. Lekker blokje om en wij wachten op Tom Engbers. Titelverdediger na vorig jaar. Helemaal voor in het veld bij die 2 spannen. We horen de fluitsignalen klinken. Doorman uit Vassen.